Welkom op deze video. Ik zal nog even een video maken over het bed. En er werd mij gevraagd, waar is jullie bed dan? Nou, hier dus. Dit is de matras. Het is denk ik een beetje donker. Ik zal even kijken of ik... Zo een beetje... De zon zit namelijk aan die kant. Vandaar dat het misschien een beetje onduidelijk is. Maar dit is dus, zeg maar, het bedbodem. Deze. Gea schijnt even een lichtje bij. Maar dat helpt niet zoveel, denk ik. Nou, voor mij is zo wat te zien, hoor. Aan de onderkant zitten zonneklepjes. Hey? Dat is zeg maar de onderkant van het bed. Hij zit vast op twee van die bootjes. Dit bed hebben we namelijk zelf gemaakt. Kijk, hier ook eentje. Die bootjes zitten daarin. En zullen we nu eens even laten zien hoe we het bed laten zakken. Kijk maar even mee. Nou, ik denk dat de koelkast, die staat nou aan, dat hij nog een klein beetje lawaai maakt. Maar dat moet je maar even doorheen horen. Maar dit is dus ons bed die we s'avonds laten zakken. Dat is even een ritueel. Hij is vrij zwaar. Dan zal ik zo even laten zien waarom hij zo zwaar is. Maar zo laten we hem dus zakken. Het is een beetje spullen omhoog. Ik haal het pinnetje eruit. En voilà. Dit is ons bed. Kijk, hier zitten twee stangen. Het is een beetje donker nu, maar het gordijn is dicht. Hier is een stang en daar één. Die zitten dan weer aan het bed. Had ik even afgekeken van een andere FFB. Alleen de... Hier heb ik een gasveer tussen gezet. Even kijken of ik dat goed kan laten zien. Ja, nou is het helemaal, wordt helemaal donker natuurlijk. Zo. Zie, daar zit die gasveer. En die zit op de verkeerde plek. Die had eigenlijk wat hoger moeten zitten. Alleen dan links kon die niet hoger. Dus ik had eigenlijk geen andere optie. Nou ben ik ook nog wel eens zo iemand die dan... Als ik dit dan maak, dan wil ik ook stevig. Dus dit is... Moet eens kijken, hè. Dit is echt gewoon... 4 bij 4 centimeter, zwaar hoekstaal, wat ik in elkaar heb gelast. Ja, en dan heb je meestal zo'n heel dun matrasje bij de campers. Hè? Zo'n heel dun. Dit is gewoon een volwaardige matras, dus nog een keer zwaarder. Dus het is echt wel heel stevig, maar ook heel zwaar. En dit is niet alleen te doen, dat moeten we echt met z'n bijtjes doen. Nou, daarboven hebben we, dit is gewoon een lapje. Van een gordijnstof. Dit, even kijken of het een beetje zo duidelijk is. Ik weet niet eens hoe dat heet trouwens, een soort stof. Maar die hebben we daar met een, zeg maar, op een lapje gewikkeld. Een latje gewikkeld. 3 of 4 keer daarin geschroefd. En dan laten we dat gewoon zakken. En dan hangt het gelijk voor de ramen. He, dus ook hieronder is het dan dicht. Dus dan hebben we privacy. Hier hebben we onze wekker. Zie je, dit is gewoon een houder. Waar dus de iPhone in gaat. En die doen we daar 's nachts in. Dan hebben we dus een wekker. Of eigenlijk kan ik beter zeggen een klok. Want de wekker stellen wij niet. Wij worden eigenlijk vanzelf wakker. De ene keer iets later dan de andere keer. Maar altijd op tijd. Nou, dit is wat betreft ons bed. Dus ja... Veel meer kan ik er niet over zeggen. Wij gaan zo slapen. En vandaar dat ik ook dacht, nou, voordat we gaan slapen, maak ik even een video over het bed. Ik zit gewoon nog even te denken of ik niet nog wat vergeten ben. Om te zeggen, maar... Oh ja. Als je deze video leuk vindt, geef ons dan een duimpje. Abonneer je, als je nog niet geabonneerd bent, door... rechtsonder op het campertje te klikken. En deel deze video met je vrienden als je het leuk vindt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.